Het boek waar ik over wil vertellen en wat mij heel erg heeft getroffen is van Russell Shorto, een Amerikaan, die noten bij de benen een boek schrijft over Amsterdam. Amsterdam, de meest vrijzinnige stad ter wereld. Hij is zo ongelooflijk onder de indruk van de manier waarop Amsterdam met het liberale gevoel omgaat. Wat we onlangs natuurlijk nog hebben meegemaakt met betrekking tot de voormalige burgemeester die dat heel erg uitdroeg. Maar het is al eeuwenlang zo dat Amsterdam alles en iedereen heeft omarmd om hier te komen, om hier te wonen, om hier te werken. Waardoor de gemêleerdheid van deze stad zo enorm veelzijdig is en zo groot is. Maar dat uitgerekend een Amerikaan daarover schrijft, dat heeft mij wel heel erg getroffen. En die Amerikaan, natuurlijk ook een liberaal gevoel, vindt in Amsterdam uiteindelijk de stad waarin het liberalisme het meest excentriek en het meest tot zijn recht komt.